gaat je niet lukken, ik hoor het al. Ik doe er alles aan om op 5 december thuis te kunnen zijn. Ga jij maar snel de tanden poetsen, hè? Oké, dag papa, love you. Het grootste geheim van de Pieten. Is hun magie. Hoort u dat ook, Sip? Ja. Dat is... Madelief. Maar dat is dit jaar... Chico? Ik wil je even bedanken voor het mooie zingen van vanavond. In gevaar. Ah, meid! Oh, ik heb je bluff. We hebben een probleem. We moeten terug naar het kasteel. Zien te redden wat er nog te redden valt. Door dit boek kunnen de Pieten zonder probleem op het dak springen. En nu weet ik niet in welke straat Elisabeth Fink woont. Wat Murat Yalmaz in zijn schoen wil hebben. Ah, het boek is leeg. Wauw, daar zijn ze dan, Elite Pieten. Omdat ik hier niet weg kan, moeten jullie met het boek naar de magische bron om het op te laden. Oh, kijk, daar komt Sinterklaas. Kijk, hij komt vragen of we erbij komen zitten. Zie je het? Daar komt hij. Heb je hem? Oh. Mm. Beleef het spannendste avontuur ooit. Ik ben misselijk! Oh! Het heeft geen zin meer om nu verder te lopen. Waar gaan we naartoe? Ik heb geen idee. Het boek. Waar zijn we nou weer? De Elite Pieten Boetenslag. Ik had het! Ja! Sint en Diego en de magische bron van Mira. Met Kathleen, Jada Borsato en Diego. Vrienden van het eerste uur, Sint en Diego. Het gaat op als je ze ziet. Sinterklaas is een baas en Diego is een trouwe Piet. Maar wel de coolste, vergeet dat niet. Sint en Diego en de magische bron van Mira. 10 oktober in de bioscoop. Nou, ik kan er echt niks misgaan. Wat kan hier nou misgaan? 1, 2... En daar komt-ie!